we hebben dus sinds vandaag start hier het informatiepunt Digitale Overheid. En je moet dan denken aan bijvoorbeeld vragen, mensen zitten met hun DigiD, zijn een wachtwoord kwijt. Heel actueel is die corona-check-app, waar mensen ook dat moeten activeren met hun DigiD. En dan zie je vaak ook wat problemen dat ze toch niet meer weten hoe de DigiD werkt. Nou, dat is een typisch voorbeeld van een vraag waarvoor mensen hier terecht kunnen en hulp kunnen krijgen. En ook bijvoorbeeld als je geen smartphone hebt en dan kun je dus die app niet installeren. Maar dan is er gelukkig wel een mogelijkheid op die website coronacheck.nl om de QR-code te printen. Nou, daar kunnen wij ook mee helpen. Als mensen een brief krijgen van de overheidsorganisatie en ze komen er niet uit, dan kunnen ze ook hier terecht. Of vragen over de website. Kan best lastig zijn. Het spreekuur is elke donderdagochtend van 11:30 tot 12:00 geopend. Maar als mensen buiten die tijden komen, dan kunnen ze via collega's van de bibliotheek ook wel gegevens laten noteren. En dan neem ik contact met ze op. In ieder geval zonder afspraak kunnen ze hier donderdagochtend tussen 11:30 en 12:00 altijd terecht. In het souterrain van de bibliotheek Almelo. Afgelopen dinsdag heeft wethouder Langius het taalpunt opnieuw geopend. En dat hebben wij georganiseerd omdat het taalpunt is verplaatst in de wiep van een kleine hoek daar naar een ruime plek hier. We hebben wat budget gekregen vanuit de regio om dat te kunnen organiseren. En daarmee hebben we ook het taalpunt uit de taboesfeer willen halen. Hè, wat we uiteindelijk met het taalpunt ook willen bereiken rondom laaggeletterdheid. Er zijn twee momenten in de week waarop mensen zich kunnen aanmelden bij het taalpunt. Op dinsdagochtend en op donderdagavond. En dan kunnen ze zich dus inschrijven. Dan wordt er gekeken naar welke leerwensen ze hebben op het gebied van taal. Wat de situatie is, wanneer ze beschikbaar zijn. Echt een beetje een totaalplaatje. En dan gaan mijn collega Emma Visia en ik samen kijken hoe we deze persoon het beste kunnen helpen. En dat kan door 1-op-1 taalcoaching. Dus een vrijwillige taalcoach gaat dan helpen. Maar het kan ook in een groepje, ook met een taalcoach. Of bijvoorbeeld naar het praathuis, wat om de week op vrijdag is. Of we gaan doorverwijzen naar het ROC, omdat iemand toch beter op de plek is in het formele wereld. De grootste groep die komt bij het taalpunt zijn op dit moment mensen met de anderstaligen. Dus mensen die niet in Nederland geboren zijn. Maar er is ook een hele grote groep in Almelo, mensen die hier in Nederland geboren en getogen zijn en die moeite hebben met taal. Maar die vinden we wat minder goed. En die proberen we te bereiken met behulp van verschillende acties. Onder andere de taalambassadeurs, de ervaringsdeskundigen.